Noord-Korea heeft vannacht een zesde kernproef uitgevoerd die tot een aanzienlijk zwaardere beving leidde dan eerdere tests. In een televisieverklaring beweert het regime in Pyongyang dat het een waterstofbom heeft getest. De nieuw ontwikkelde Noord-Koreaanse bom kan volgens de officiële lezing op een intercontinentale ballistische raket worden bevestigd. Japan en Zuid-Korea hebben bevestigd dat er een kernproef in Noord-Korea is gehouden. Japan wil niet uitsluiten dat er inderdaad een waterstofbom is getest. Andere landen laten zich hier niet over uit. China zegt dat er in het grensgebied noodmetingen naar straling worden gehouden. Bij de al vaker gebruikte testlocatie Punggye-ri werd rond 5:30 onze tijd een beving met een kracht van 6,3 gemeten, even later gevolgd door een tweede beving met een kracht van 4,6. Het tijdstip is niet toevallig gekozen, zegt correspondent Marieke de Vries vanuit China. Een jaar geleden werd er ook een test gedaan begin september, want op 9 september is het een nationale feestdag in Noord-Korea. En dat wordt dus vrijwel jaarlijks gevierd met een kernproef. Het signaal dat Kim Jong-un met de test wil afgeven is duidelijk, zegt de Vries. Noord-Korea gaat zijn kernprogramma niet intrekken. Nee, daar gaan ze alleen maar verder mee. Contact Washington Seoul. De hoogste veiligheidschefs van Zuid-Korea en de VS hebben na de kernproef telefonisch contact gehad. President Trump heeft herhaaldelijk gezegd een militaire optie niet uit te sluiten als sanctie op de nucleaire dreiging van Pyongyang. De VN heeft vorig maand al een nieuw pakket sancties tegen Noord-Korea uitgevaardigd. 10 keer zo krachtig. Volgens het Japanse meteorologische agentschap was de beving van vandaag zeker 10 keer zo krachtig als bij de vorige kernproef van Noord-Korea, in september vorig jaar. Ook Zuid-Korea schat dat de bom 10 keer zo krachtig was. Noord-Korea heeft in het verleden 5 ondergrondse nucleaire testen gedaan. De eerste was in oktober 2006, de laatste twee waren in januari en september vorig jaar, allemaal bij Punggye-ri. Op de Noord-Koreaanse televisie werd een document getoond met de handtekening van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un eronder. Dit zou de opdracht tot de kernproef van vanochtend zijn geweest. De nieuwslezers noemden de test een compleet succes en ze voegden eraan toe dat de nieuwe bommen nog niet eerder vertoonde kracht had. Afpeerder vannacht gaf het staatspersbureau van Noord-Korea beelden vrij van leider Kim Jong-un die een wapen bekeek dat volgens Pyongyang een waterstofbom was die op een intercontinentale raket past. De aardbeving die werd veroorzaakt door de kernproef was goed te voelen in de Chinese grensstreek, aldus Marieke de Vries. Daar wiebelde alles en de grond beefde. Een contact van haar in Hunshun zegt dat hij wakker werd van de beving en dat alles trilde. Dit is zeker de zwaarste beving die ik heb meegemaakt. Atoombom of waterstofbom? Een waterstofbom is gebaseerd op kernfusie, terwijl andere atoombommen hun energie halen uit kernsplijting. De eerste waterstofbom, Efimeike, werd door de VS in 1952 tot ontploffing gebracht. De explosie was met 10 megaton zo'n 700 keer krachtiger dan de atoombom op Hiroshima en krachtiger dan alle geallieerde bommen in de Tweede Wereldoorlog bij elkaar. Al bij de kernproef in januari vorig jaar claimde Noord-Korea dat het om een waterstofbom ging, maar militaire experts verwierpen die claim. Daarvoor was de explosie niet zwaar genoeg. Deskundigen vermoeden dat het ging om een atoombom die wat krachtiger was gemaakt met behulp van fusiebrandstof. Seismological Observatory NORSAR.